De bouw van de scholencampus te Hanover in het district Para ligt stil. De eerste steenlegging op 7 maart jongstleden is er niet verder gebouwd. We gingen naar de plek waar de campus zou moeten staan en troffen de plaats overwoekerd aan. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat de werkzaamheden zijn gestopt omdat de middelen van de Islamic Development Bank niet op tijd ter beschikking zijn gesteld. Zij verzekerde dat de bouw van de campus op 4 oktober van start gaat. President Chandrika Prasad Santokhi zei bij de eerste steenlegging in maart van dit jaar dat de school in oktober zou beginnen. Maar dat zal dus niet gebeuren. In april 2022 moeten de eerste 10 lokalen worden opgeleverd. En in september 2022 moet het hele complex af zijn, zegt minister Levens.